Hoe werkt de Gemeenteraad? Wat is de Gemeente? De Gemeente is de overheid waar je als burger het meest mee te maken hebt. Boven de Gemeente staan de provincie en het Rijk. De Gemeente is verplicht om regelgeving van het Rijk en de provincie uit te voeren. Daarnaast regelt de Gemeente allerlei zaken zelf. Dit zijn vaak de dingen die voor de eigen inwoners erg belangrijk zijn: zoals veiligheid, verkeer, sportvoorzieningen, afval ophalen en bouwvergunningen verlenen. Wat is de gemeenteraad? In de grondwet is bepaald dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is van het gemeentebestuur. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad. Deze raad vertegenwoordigt dus de plaatselijke bevolking. Iedereen kan gemeenteraadslid worden. Je moet dan wel lid zijn van een politieke partij. Dit kan een plaatselijke afdeling van een landelijke partij zijn, zoals de VVD of GroenLinks. Maar ook een plaatselijke politieke partij. Aan het eind van de verkiezingsdag worden de stemmen geteld. De stemmen worden verdeeld over het aantal beschikbare zetels in de raad. Raadsleden van één politieke partij noemen we een fractie in de gemeenteraad. Coalitie, Oppositie, College van BMW en G4. Fracties die het in grote lijnen met elkaar eens zijn over het besturen van de stad of het dorp, kunnen na de verkiezingen gaan samenwerken. Zij vormen dan een coalitie voor de komende bestuursperiode van vier jaar. De coalitie bestaat uit partijen die samen een meerderheid van zetels in de raad hebben. Met een meerderheid is er voldoende steun in de gemeenteraad voor de toekomstige plannen. De overige partijen die niet aan de coalitie deelnemen, noemen we de oppositie. Voor de uitvoering van deze plannen benoemt de gemeenteraad wethouders. Deze wethouders worden door de coalitiepartijen geleverd. Iedereen kan in principe wethouder worden, maar wethouders mogen niet tegelijkertijd ook raadslid zijn. De wethouders vormen samen met de burgemeester het College van Burgemeester en Wethouders, BNW. De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De raadsgriffie bestaat uit de griffier, de eerste adviseur van de raad en enkele ambtenaren. De griffie wordt aangesteld en aangestuurd door de gemeenteraad en valt buiten de reguliere ambtelijke organisatie. De Griffie staat de raad, de fracties in de raad en de individuele raadsleden bij in hun raadswerk. Zo worden er dagelijks brieven van het college naar de raad gestuurd en op internet geplaatst, ingekomen stukken van burgers verspreid, vergaderingen voorbereid, verslagen gemaakt, raadsleden van advies voorzien en ondersteund bij het opstellen van vragen en nog veel meer. Wat zijn de taken van de raad? De gemeenteraad vergadert tenminste één keer per maand. Deze vergadering is openbaar en kunt u bijwonen. Tijdens deze vergadering besluit de gemeenteraad over voorstellen en plannen van het college van BMW. Bij een meerderheid van stemmen is het voorstel aangenomen. Het college van BMW moet het besluit dan uitvoeren. De gemeenteraad controleert ook of het college besluiten goed heeft uitgevoerd. De gemeenteraad gaat bovendien ook over de besteding van het geld. In de begrotingsvergadering geeft de raad aan waar het geld aan besteed moet worden. Een praktijkvoorbeeld. Stel dat de gemeenteraad heeft aangegeven dat de verkeersveiligheid moet worden aangepakt. Het college van burgemeester en wethouders gaat hiermee aan de slag en wil een rotonde aanleggen op de plek van een kruising. Het college maakt een voorstel waarin staat wat het wil bereiken, een rotonde, waarom het dat wil, verkeersveiligheid, en wat het kost, geld. Het college kan de rotonde pas gaan aanleggen na toestemming van de gemeenteraad. De raadsleden krijgen het voorstel, lezen het, laten zich informeren of gaan de situatie ter plekke bekijken. Zo vormen ze hun mening. Ook inwoners hebben de gelegenheid om te laten weten wat ze van het plan vinden. Ze schrijven een brief of worden gehoord tijdens de vergadering van de raad. Tijdens de raadsvergadering discussieert de gemeenteraad over het voorstel. Voor- en tegenstanders brengen hun mening naar voren. De burgemeester zit de vergadering voor om de vergadering in goede orde te laten verlopen. Een raadslid kan een amendement, een wijzigingsvoorstel indienen om het besluit te wijzigen. Bijvoorbeeld dat er een dubbel fietspad langs de rotonde moet komen in plaats van een enkel. Een raadslid kan ook een motie indienen. Dit is een verzoek om bijvoorbeeld te onderzoeken of een rotonde echt wel veiliger is dan een kruispunt met verkeerslichten. Nadat de raad uitgediscussieerd is, wordt er gestemd. De meeste stemmen gelden. Als het voorstel is aangenomen, kan het college van burgemeester en wethouders met zijn ambtenaren aan de slag om de rotonde aan te leggen. Inwoners: De gemeenteraad neemt dus besluiten over voorstellen van het college van BNW. Maar ook individuele raadsleden of inwoners zelf kunnen voorstellen doen aan de gemeenteraad. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Griffie. Kort samengevat: de gemeenteraad is de hoogste baas van de gemeente. De raad besluit feitelijk wat er gebeurt in de gemeente. En de inwoners kiezen de gemeenteraad. En op deze manier zijn de inwoners de baas over de stad.